Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom bij Hengelo Spijl, Politieke V van de Twentse krant Tubantia, Radio Hengelo TV, Metropool, waar we nu zijn, en de Schouwburg. 14 oktober, we hebben een paar hele mooie onderwerpen, vinden we zelf. Esther? We hebben inderdaad een mooie onderwerp. We gaan het hebben over een tweede horecaplein in Hengelo. Vorige week is een rapport verschenen van Snel de Zijlstra, die zegt, die leegstaande panden in Hengelo, en het zijn er wat, die komen van zo lang zal zijn leven niet meer vol. Transformeer dat nou naar horeca, maar is er in Hengelo vraag naar een tweede horecaplein? Dat is natuurlijk de grote vraag, daar gaan we het over hebben. Gerard, jij praat ook over het ziekenhuis? Ja, met Vincent Mulder van de SP over het ziekenhuis in Hengelo. Vorig jaar was heel beroerd. Rapportcijfer 3 van accountants gekregen. Dit jaar een 5 is nog niet verheffend. We gaan met Vincent praten over hoe het verder moet met het college. Met het ziekenhuis uiteraard, maar ook met het college. Want het college laat helemaal niks van zich horen. Terwijl er een patiëntenstop is afgekondigd voor mensen die verzekerd zijn bij het Zilveren Kruis. Ja, en op een locatie als deze, Metropool, pal aan het Industrieplein, kunnen we natuurlijk vanavond niet anders dan ook nog praten met de mensen van Skatelab, de initiatiefnemers achter de fantastische skatepark hierachter. Daar gaan we het vanavond over hebben. We hebben natuurlijk de nominatie voor de persprijs. De column van Marco Krijnse. Marco die heel veelzijdig is en heel veel doet hier in de stad. Onder meer bekend van de storkroute die hij wil aanleggen. Hij heeft een column, mag daar 5 minuten van alles over zeggen. En muziek vanavond is in handen van Get Jealous. En die band doet mee aan het talentenprogramma van Metropool, In de Lift. Treedt her en der op in het land al. Ja, daar gaan we vanavond naar luisteren. Eerst het politieke onderwerp, dus eerst gaan we praten over het ziekenhuis. En volgens mij gaan we beginnen. We gaan beginnen. Het eerste onderwerp, de horecapleinen. Ik zeg pleinen, omdat een makelaar vorige week dacht, en ook in de krant liet opschrijven, dat er ruimte is voor 2 horecapleinen in onze stad. Wij praten erover met 4 gasten aan de linkerkant. Wiert Wiertsema, fractievoorzitter Pro Hengelo. Bertel Mulder, voorzitter Koninklijke Horeca, afdeling Hengelo. We hebben daar Sjorsten Brummelhuis van de Appel, heel bekend. En Gerrit Megelink, fractievoorzitter van Lokaal Hengelo. Voordat wij beginnen met het nieuws, moeten we eerst heel ander nieuws even prijsgeven. Gerrit, jij bent vandaag schoonverklaard. Ja. Jij was een jaar geleden heel ziek. Ja. En vandaag heb je te horen gekregen dat het goed is. Ja, klopt. Ja. En dat is goed nieuws, omdat we je eigenlijk niet kunnen missen in de politiek met jouw standpunten. Laten we overgaan tot het echte onderwerp. Ja. De bedrijfsmakelaar was uiteraard uitgenodigd, Peter Rotteveel. Vorige week riep hij 2 horecapleinen in de stad, in Hengelo. Niet alleen het nieuwe evenementenplein, maar ook het Marktplein zou omgedoopt moeten worden tot horecaplein. Ik heb hem gebeld en ik vroeg, kom je dat bij ons vertellen? Toen zei hij, nee, ik kom niet, want ik heb een bak kritiek over me heen gekregen van de politiek in Hengelo. Wiert Wiertsema, wat heb je Rotteveel geschreven of gezegd? Helemaal niks. Dus ik heb hem er ook niet over gesproken. Sterker, ik ken hem helemaal niet. We hebben ook het rapport niet ontvangen van hem. Dus het verbaast mij dat hij zoveel reacties heeft gehad. In ieder geval niet van mijn kant en ik denk ook niet vanuit mijn fractie. Dan ga ik even naar Lokaal Hengelo, politiek. Nee, we hebben nog geen reactie gehad, maar we hebben wel een mening. Dus daar komen we zo meteen op terug. Is er sowieso ruimte voor 2 horecapleinen in de stad? Even gewoon sec de vraag aan Bertel Mulder, voorzitter Horeca Hengelo. Nou ja en nee, je moet eigenlijk bij het begin beginnen een beetje. In 2014 hebben we de horecavisie vastgelegd, en die is in 2016 afgetikt. Dat er 900 meter horecawand zou komen op burgemeester Jansenplein. Toen was er nog geen sprake van een huisgebouw of weet ik, van een horecaplein op de markt. Toen was er helemaal nog nergens sprake van. Er was sprake van 900 meter horecawand op het burgemeester Jansenplein. Nu zijn we in 2019. Nou is ondertussen de revue al gepasseerd, het huisgebouw met allerlei horeca. Nu komt er een of andere bedrijfsmakelaar uit Enschede die gaat Hengelo vertellen wat ze met het Marktplein moet doen. En vervolgens zegt hij, ik ga het niet toelichten. Vind ik heel kinderachtig, maar vooruit. Als er echt bijzondere horeca op het Marktplein zou komen, en dan bedoel ik horeca wat we nog niet hebben. We hebben niet nog een 2 wezen nodig. Oh, met spinaziesapjes? Dat zoiets, ja. Maar dat bedoel ik uiteraard niet. Maar
we hebben niet nog een appel nodig of nog een twee wezen nodig. Dat hebben we allemaal. En dat zijn allemaal prima bedrijven. Die hoeven we niet nog te hebben. Dan moeten we iets hebben wat afwijkt van wat we al hebben. Aanvullend. Maar wat denk je aan dan? Noem eens iets. Nou, een Mitterjaans restaurant bijvoorbeeld. Ik loop de Enschede, Pocahontasio, wat is het allemaal? Ga je nu terug naar de krekelburgers van Gerard Cornelis? Nee, heb ik het over krekelburgers gehad. Je vraagt om iets anders. Bijzondere horeca hoeft niet speciaal hele bijzondere horeca te zijn. Bijzondere horeca bedoel ik wat Hengelo nog niet heeft en wat een andere stad wel heeft. Waar mensen voor naar een andere stad gaan. En dat is vast niet voor spinaziezakjes. Oké, maar je sluit dus niet uit dat die horeca daar zou kunnen komen? Als het bijzondere horeca is, maar een horeca in Nederland die krijgt nogal gouden stempel dat ze overal voor gaan liggen. Dat is zeker niet waar. Maar ze hebben ook de taak om de zittende horeca te beschermen tegen overkill. Dat bedoel ik, maar de horeca is vrij defensief. Maar is dat goed voor de stad? Nou, als er bijzondere horeca komt, en nogmaals, geen spinaziesapjes, maar horeca wat we nog niet hebben, waar mensen voor naar een andere stad gaan, dan is dat voor Koninklijke Horeca geen probleem. Ja, Jos de Brummelhuis, eigenaar van de Appel. Ja. Zie jij een nieuwe concurrent op de markt, zie je dat zitten? Ik zie geen enkele concurrent zitten. Ik vind dat Hengelo veel horeca best nodig heeft. Ook daghoreca, avondhoreca, Libanese restaurants. Als je kijkt in Enschede, heb je heel veel keur aan heel veel soorten restaurants. Ook kleine restaurants. Daar zijn Hengelo ontzettend veel behoefte aan. Want in Hengelo heb je ook hele goede restaurants. Maar je kunt best wel meer diversiteit. Daghoreca is ook een trend. Hè? Dat is heel maar je moet wel daghoreca recreëren in het achtje. Zogenaamde achtje. Je moet dus wel... waar het winkelgebied is, moet dus wel die horeca creëren. Want daar lopen de mensen. Nou, we hebben het nou over de markt. De markt, oké. De markt is super invulbaar voor horeca. Ik noem het CNA-pad. Waar al mensen mee bezig zijn geweest die nul op request hebben gekregen van de gemeente. Die willen daar de horeca niet hebben. Die zeggen, ga maar naar het horecaplein. Maar ik vind juist het CNA-pad, een hoekpad, mooie trast ervoor. Maar jij zegt nu dat er dus al horeca-ondernemers zijn geweest die interesse hebben getoond in het CNA-pad. Investeerders. Ja. En vanuit het gemeentehuis wordt dat tegengehouden? Naar mijn weten wel. Oké. Ligt het even toe. Een investeerder wil daar... Horeca. Ik heb van een makelaar gehoord dat er mensen zijn die in het CNA-pand een horecafunctie willen hebben. Op de begaande grond? Begaande grond, of uiteraard. Hele pand, begaande grond. Begaande grond. En die zijn afgewezen door de gemeente? Klopt. Hetzelfde is, waar ook ruimte is, bij het V&D-pand. Mm-hmm. Dat hoekpand waar altijd, Laplace heeft gezeten. Superpunt. Laat daar de beren beginnen. Is superpunt. Hebben ze ook? Wie het weet ze maar. Ja, het verbaast superpunt. Me als de gemeente... Het verbaast me als de gemeente zich zo hebben uitgesproken tegen de vestiging van horeca op het Marktplein. Want het is nog niet zo heel lang geleden. En het was bij de vaststelling van de horecavisie dat ik zelf de wethouder heb gevraagd van hoe staat u nou tegenover, dat was wethouder Ten Heu, hoe staat u nu tegenover de vestiging van horeca langs de randen van de markt. En toen heeft zij... ten overstaan van de raad, aangegeven dat ze daar geen bezwaar tegen zou hebben en dat het college bereid is de bestemmingsplan te wijzigen in afwachting van belangstelling vanuit de horeca. Dat is het uitgangspunt waar ik mee leef en als het anders is, dan schrik ik daar wat van. Gerrit Meegelink, eerste reactie. Ik heb dezelfde beleving als Weert. Ik heb zelfs ook de wethouder toen horen zeggen, ik heb ook eens een keer een gesprek gehad met de wethouder, dus dat het allemaal mogelijk is. Als er maar goede plannen zijn. En ik vind sowieso dus dat we breder moeten gaan bestemmen op het Marktplein. En... wat 70%, 75% wordt bepaald door de horeca. Hè? Want het is Hengelo... Maar wat George zegt hier aan tafel, dit is voor ons nieuws, dat daar kennelijk een investeerder is geweest met belangstelling, concrete belangstelling, voor de invulling van de begaande grond CNA, wat nu al hartstikke leeg staat, al een paar maanden. Hè, vanaf is dat geen reden om... opheldering te vragen aan het... Als je het niet bekend is, het is mij dus niet bekend... Mm-hmm. Dan kan ik ook geen opheldering vragen. Het is niemand bekend, alleen George. Nee, maar ik heb dus van... Dat heeft toen... ben ik met wie het eens... Ik dacht dat het inderdaad wethouder Ten Heu was. Dus die daar heel open is geweest. Dus dat er alle mogelijkheden open was. Dus voor maar mij... Moet je daar niet onmiddellijk vragen over stellen morgen? Hoe dat dan kan? Zeg maar met jouw verhaal van net. Nou, ik ga er natuurlijk zeker vragen over stellen. Of ik dat nou direct in de publiciteit moet doen, dat zal ik nog even over nadenken. Maar de vragen moeten wel beantwoord worden. Ja, want Jos, je had er nog wat aan toe te voegen. Ja, maar kijk, in 2005, 14 jaar geleden, is bepaald in de nieuwe horecavisie. Wij willen een horecaplein vormen
bij het stadhuis. We hebben eerst een horecaplein gehad voor het station. 13 jaar geleden. Daar zijn 3 bedrijven toen failliet op gegaan. Waarom? Er is geen traffic. Want overdag heb je daar gewoon geen mensen die er lopen. Toen hebben ze gezegd, nou, we gaan op de markt. Mijn geluid gaat bijna uit. Okay. Toen hebben ze gezegd, nou, we gaan op de markt iets creëren. Toen heeft daar McDonald's geweest, Dilly Frans, ook allemaal failliet gegaan. Want ze mochten de trassen daar niet uitbreiden. En het was gewoon één deceptie. 2005, praat over 40 jaar geleden. Och, we gaan een horecaplein doen voor het nieuwste huis wat gebouwd wordt. Maar een horecaplein daar is overdag, loopt daar geen mens. En zou ook niemand lopen. We hebben gezien met Kerojaal, die een fantastisch bedrijf had, waar nou Marlijn zit. Die had ook een dagzaak met een supergoeie kaart, supergoeie bediening. Heeft nooit gelopen, waarom niet? Dan lopen overdag geen mensen. Nee, dan zou je richting dus je Marktplein moet... gaan, dan zit je buiten het horecagebied. En dan ben je gevestigd als horecaondernemer in het kernwinkelgebied. Super. En loop je tegen die discussie aan die nu gevoerd wordt over terrassenbeleid. Nee, maar ik zou dit zeggen, je gaat op het terras zitten of daar je mensen wil zien. Je gaat niet op het terras zitten, alleen maar voor. Nee, maar je zit in de voortuin van het stadskantoor. En daar lopen mensen. Nee, 130.000 bezoekers per jaar, hoor ik. Kom nou toch. Gerrit Megelink. Ja, ik ben het wel gedeeld met Jos eens. Maar kijk, we hebben dus een winkelkenvisie en horecavisie. Ja, er zijn allebei 2 failliete visies. Dat moet ook eigenlijk morgen meteen van de baan. Het is niet meer van deze tijd. En het gijzelt gewoon de binnenstad. En er zijn ook 2 visies die gestoeld zijn op inzichten en aanbevelingen uit 2010, 2011. Kijk, we hebben ook... Het is ook mooi dat we het even over hebben, over sociaal beleid, over zo, het is ook weer even, daar gaat het wel om. Ja. Wat gisteren is, is vandaag niet. En wat vandaag is, is morgen niet. En daar moet je op anticiperen. Ja. En dat missen we hier in Hengelo. Maar we hebben net over gesproken over burgemeester Jansenplein. Daar is geen traffic, maar het compacte winkelcentrum werd ook genoemd. Met het achtje tussen de 3 torens. Ja. Maar in dat compacte centrum, zit toch het gemeentehuis. En daar zit dan toch die nieuwe horecawand. Ik vind niet. Ik vind het gemeentehuis zit niet midden in het centrum. Nee. De Lambertuskerk zit in het centrum, de markt is het centrum. Nee, maar we moeten het centrum kleiner maken, dus wat moeten we doen? Horeca of verspreiden in het centrum, dat we een goede beleving hebben in Hengelo. Maar de gemeenteraad maakt het een centrum. Maar, dat mag ik nog even op aanvullen. Kijk, ik vind, is meer luxe. Als je dus kijkt wat de horeca dus mag op dit moment, dan mogen ze winterterrassen hebben. Mm-hmm. Hoe verzin je het in het horeca-kengebied, waar overdag niemand loopt? Dus nog gaat hier iemand aan deze kant boodschappen doen. Hè, en die wil een kopje koffie drinken. Nou, dan is die verplicht, die mensen zijn verplicht, om naar burgemeester Jansenplein heen te gaan. De winterdag. Ja. Dat is helemaal uit. George bijvoorbeeld geen echt winterterras. Je moet voor, daar begint het al mee, elke horeca-ondernemer moet een gelijk speelveld hebben. Ja. Bovendien, de avond- en de nachthoreca is zinkende. Dat is langzaam een aflopende zaak. Gaan we even naar de politiek, Wietsma. Even kijken, als je even hoort dat kernwinkelgebied en horecagebied zijn 2 gescheiden werelden eigenlijk. Heeft de gemeenteraad ervan gemaakt, hè? 2 gescheiden werelden. Maar zou je niet gewoon toe moeten naar een systeem van gelijke monniken, gelijke kapper? En zou je Hengelo niet moeten zien als verblijfstad in plaats van als winkelstad? Nou, dat is dus precies het onderwerp wat ik wilde aansnijden. We spreken over de horeca en alle problemen die de horeca heeft. Maar het is niet zo dat mensen naar Hengelo komen om hier een kopje koffie te drinken. En het is ook niet zo dat ze hier naar Hengelo komen om een pilsje te drinken. Nee, mensen komen naar Hengelo omdat Hengelo een leuke stad is waar iets te beleven is. En dat is ons grote probleem. Niet het feit dat we onvoldoende horeca hebben. Nee, we hebben onvoldoende beleving. En daardoor gaat het met de horeca steeds minder. Maar is het voor die beleving ook niet juist belangrijk dat er een gevarieerd winkelaanbod is? Want er staat nu 8400 vierkante meter leeg aan winkelpanden in het centrum. Dat is 13% meer nog dan vorig jaar. We kunnen alles gaan herbestemmen naar horeca. Maar als het alleen maar horeca is en prachtige bestrating zoals die in de Enschedese straat ligt, is dat voldoende om die klant naar verblijfstad Hengelo te krijgen? We moeten zeker niet alles gaan bestemmen naar horeca. Het probleem is dat inderdaad de winkelstand is teruggelopen en aanzienlijk is teruggelopen. De winkelstad die Hengelo vroeger was, die is er niet meer. Denk alleen maar aan Hengelo als modestad. Mm-hmm. Nou, het is een voorbij gegaan station. Waar het nu om gaat, is dat we iets anders gaan bedenken. Iets wat mij betreft veel meer ligt op het gebied van kunst, cultuur, evenementen,
commerciële evenementen. Ook op de markt. Dat klinkt toch, dat klinkt toch als, het, als de invulling van het hijsgebouw. Maar dan, wat mij betreft... Ja, ja dat, nee, dat was het programma. Zoals kijk, het dat hijsgebouw, dat is een discussie, die moeten we nu even niet doen. Als straks dit najaar uit de, blijkt uit de discussie over de markt dat er toch belangstelling voor is, dan kun je dat hijsgebouw prima gebruiken om zeg maar, de cultuur en de evenementen tot ontwikkeling te brengen. Maar als dat niet zo is, stel dat er geen hijsgebouw uitkomt, dan moeten we toch nog steeds die beleving tot bedoelt, ontwikkeling gaan brengen. Je bedoelt de kunst onderbrengen in bestaande bebouwing die nu leeg staat. Dan moet je op die manier gaan kijken. Ja. En dan komt inderdaad weer om de hoek bijvoorbeeld zo'n CNA-pand. He, wat kun je daarvoor aantrekkelijke dingen van maken? En andere panden, item dito. Ja. He, bedoel, dat zijn de vragen die dan aan de orde zijn. Ja. Ja. En daarom is het ook een beetje raar dat ondernemers op dit stadium worden afgewezen als belangstellende. Integendeel zou ik zeggen, ontvang ze met open armen. Ja. Zet ze aan het denken. Neem, betrek ze in het proces dat we gaan lopen binnenkort over ideeën over de markt. He. Op die manier kunnen we met z'n allen aan de stad gaan bouwen. In plaats van te lamenteren en te zeuren over wat we allemaal niet hebben. Dat waar, is, waar ik me dan toch over verbaas is dat die bedrijfsmakelaar Snel de Zijlstra, Peter Rotteveel, de uitnodiging om hier aanwezig te zijn vanavond afslaat. Met als argument dat er heel veel commentaar kwam met de politiek. Maar als ik jullie zo beluister, is het, zijn jullie aardig eensgezind. Volgens mij zijn de verschillen echt niet zo heel erg groot in Hengelo op dit moment. Nee, vraag wie bedoel, het is afgeketst op hijsgebouw, niet hijsgebouw. Ja. Hè? Maar daar gaat het in wezen niet om. Het gaat erom van hoe we de stad in de lift kunnen zetten met z'n allen. Ik vraag me wel af, de afspraken die met de restaurant De Beren zijn gemaakt voor de horecawand. Toen was er nog, meneer Zijlstra nog niks over de markt gezegd en niemand nog trouwens, behalve het hijsgebouw wat afgeketst is. Ja. Wat gaat die man nu zeggen? Als we het hele horeca, de markt ook nog voor horeca planten. Maar dat had hij natuurlijk niet in zijn nee, maar het wordt dan een vermenging van horeca-kunst. Horeca-kunst, hebben we net de cultuur, de evaluatienota cultuur. Hè? Jullie zoeken als gemeenteraad en als college straks een podium voor de kunsten. Dat zou aan de markt kunnen. Ja, kijk, je hoeft er maar... Is dat een goed idee? Ja, ik dacht dat we het over de horeca zouden en niet over kunst hebben, maar... Ja, precies. We dwalen een beetje af. Ja. Nee, we dwalen niet af. Nee, want het gaat om de invulling van het marktplein. Ja. En het kan horeca zijn met kunst. Dat kan. Ja. Nou, kunst is bijvoorbeeld ook dat je er een groot podium neerzet in de zomermaanden van mei tot en met september. En dat je ervoor zorgt dat zowel de Hengeloers als professionele mensen daar kunnen gaan optreden. Ja, want, dan heb je een publiekstrekker. Dan laten we ieder weekend zorgen dat volgend jaar al dit soort dingen mogelijk zijn. Ja, even Gerrit, want je gaf net in het begin ook al aan dat het lokaal Hengelo wel plannen heeft of ideeën heeft voor het marktplein. Nou, ideeën. In mijn aanwezigheid heeft onze fractie, die heeft 6 maanden lang petje af, die zijn bij winkelcentra's geweest. Die hebben vanaf 12 jaar, hebben ze gevraagd, god, hoe zullen jullie nu de binnenstad graag willen zien? He, want tenslotte, daar hebben we mee te maken. Nou, onze inwoners, daar moeten we naar luisteren. Nou, daar zijn we na 3-4 maanden hebben we dat bij elkaar gekeken. En ik was ook heel blij dat toen die tijd, ik kan me nog goed herinneren, onze wethouder gezegd heeft, toen met het voormalige Bataafse kamp, dat het groen behouden dient te blijven. Nou, daar kan hartstikke mooi het waterorgel bij. Dan aan het andere pareltje de verbinding maken naar Prins Bernhard plantsoen. Nou zitten we inderdaad heel erg op de invulling van en dan de groene leiding. Dan naar Schouwburgplein. En dan uiteindelijk naar de groene long op het Marktplein, waar je prachtig een stadstrand kunt maken. De winterdag, een ijsbaan. Met een strandtent. Even dit afronden. Even naar Beto nog. Ik zag dat er een vergunning is verleend voor horeca, het oude ABN-pand aan de markt. Dat klopt. Daar is een aanvraag voor gedaan. Ik weet niet of die ondertussen toegekend is. Volgens mij is die toegekend. Maar weet je ook wie daar gaat investeren? Hoop geld nodig om het om te bouwen. Ongeveer 2500 euro per vierkante meter. Dus dan reken maar uit. Ik weet niet precies hoeveel vierkante meter of het is, maar dan weet je wat het kost. Ja, het is groot. Dan maak jij niet alles. Maar dan gaan jullie leegstaande vierkante meters aanzienlijk omlaag met deze invulling. Ja, maar weet je ook wie, Bertel? De laatste berichten van mij zijn Robin Batteling, maar er wordt ook al gefluisterd dat dat ergens niet meer doorgaat. Ik weet het niet. Er wordt vanuit de zaal instemmend ja geroepen, dat het Robin Batteling zou zijn. Ja. Dus... Ja, weet ik er ook niet van. Ja. We hadden net over, ik wilde wel even een kenbaar maken, we hadden net over op Marktplein een mooi podium neerzetten, kunst en alles doen.
En waarom gaan we dan voor het stadhuis, een kaal, wat heel mooi, maar allemaal bomen, ik begrijp het wel, daar een podium neerzetten en daar laten we dan woensdagmiddag mensen optreden, terwijl er niemand loopt daar. De ambtenaren zitten achter het glas. Het slaat helemaal nergens op. Je moet in het centrum, in de kern, moet je alles organiseren. En jullie willen graag de stad compact maken. We hebben heel veel leeggestald. Laten we op alle hoekpunten, mocht daar horeca willen vestigen, op eigen risico mensen willen vestigen. Het is natuurlijk wel zo, als je een stad wilt reorganiseren, dan moet je je niet concentreren alleen op Marktplein of op een burgemeester Jansenplein. Dan is het algemeen belang. Kijk, wat voor die goed is, is voor die goed. Ik zeg altijd, alles wat ik zeg is altijd voor iemand slecht. Maar dat is gewoon zo. Dus je moet zien dat je een eenheid krijgt in de stad. Nou ja, maar het is in elk geval wel duidelijk dat wat Jos ten Brummelhuis net aangaf, dat er een verzoek is ingediend om horeca te kunnen vestigen in het CNA-pand. Dat dat voor hier aan tafel. We gaan dit onderwerp afronden. Dat dat nieuws is, dus ongetwijfeld zullen daar nog politiek vragen over gesteld worden. Ja. En we gaan het of lezen in de krant of we komen er hier in de uitzending op terug. Want we moeten dit onderwerp nu afsluiten. En dat heeft ook mee te maken. Ja, we hebben nog veel meer onderwerpen te bespreken vanavond. Ja. Maar we hebben ook muziek. En, maar we bedanken eerst deze gasten. Ja. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Iedereen heeft hier een klein steentje in de vijver gegooid. Er zijn een heleboel steentjes inmiddels. En we hopen dat het uiteindelijk leidt tot een mooie uitkomst. Zit er nog wel water in de vijver? Ja, maar het mag niet te lang meer duren, politiek. Het mag niet te lang meer duren. We snel met die community processing beginnen en afronden. Dankjewel. Dank jullie wel. Loop ik even naar achteren. Get Jealous, dat heb ik onthouden. Jullie zijn een punk riot band. En ik heb even opgezocht, ik ken jullie niet. Maar dat kan me niet kwalijk worden genomen, geloof ik. Hè? Want jullie timmeren, hoe lang aan de weg nu? Twee jaar. Heb je? Ja. Twee jaar, nu bijna twee jaar. Dus ja. En ik heb even gegoogeld en daar kwam ik een prachtige omschrijving tegen. Ik heb hem opgeschreven, want ik lees hem even voor. Okay. Get Jealous schrijft korte, energieke songs. Songs gevuld met feminisme, onzekerheid, oogloze katten, ik verzin het niet, en front bitch Lotta's eindeloze jaloezie. Nou, Lotta Raspa, nou maak je me heel nieuwsgierig. Hoe jaloers ben je? En even heel kort, wat is er aan de hand met die oogloze kat? Ik ben heel jaloers, maar ik ben ook schorpioen, dus dat zit een beetje in mijn, stekelig. In mijn sterrenbeeld. Stekelig, ja. Die oogloze kat, dat... is een kat die ik volg op Instagram. En die woont eigenlijk in een gezin met allemaal gehandicapte katten. Dat zijn twee mensen die katten dan in huis nemen en opvoeden. En dat vind ik gewoon heel vet. Oh, dat is wel een heel mooi verhaal. Ja. Wie heb je meegenomen? Introduceer je bent even. Dit is onze bassiste, Marieke. Dit is onze drummer, Marek. En onze gitarist, Joost. Ja? Welk nummer ga je... applaus, dat is mooi. Dankjewel. Met jullie optreden hier vanavond in Hengelo Spel, zijn jullie ook meteen genomineerd of doen jullie mee aan In The Lift? Dat is het talentenprogramma van Metropool. Bedoeld om jong talent een podium te bieden. Laatste uitzending van dit seizoen van Hengelo Spel. Mogen kijkers stemmen op alle acts die dit seizoen op hebben getreden in ons programma. En de winnaar van die stemming, die wacht gewoon een hartstikke mooie show. Begeleid door Metropool. Dus ik zou zeggen, doe vooral je best. Welk nummer ga je nu brengen? Wij gaan onze nieuwste single doen, genaamd Toxic. Succes. Dankjewel. To tell me you are always right.
Lekker oppepper, Get Jealous. Heel leuk. Leuk om te horen. Komt er nog een nummer? Komt nog een nummer? Nee, ze zijn nog helemaal niet klaar. Dank jullie wel. Als dit geen oppepper is, weet ik het ook niet meer. Dank jullie wel. En jullie gaan straks verder spelen. We gaan nu eerst verder met Vincent Mulder, SP gemeenteraadslid. Heel bekend van allerlei acties. En een van die acties waarbij we Vincent steeds zien, is acties rondom het ziekenhuis. Vorig jaar steeds de acties als er afdelingen dreigden te verdwijnen of verdwenen. Heel hard op de grote trom geslagen door Vincent en door de SP hier lokaal. Landelijk ook trouwens. Maar nu, afgelopen week, de jaarlijkse benchmark, landelijke benchmark. Hoe staan de ziekenhuizen ervoor financieel? En dan zie je dat in Twente de ziekenhuizen het niet goed doen. Enschede doet het niet goed, maar Hengelo, Almelo doen het nog slechter eigenlijk. Van een 3 vorig jaar, rapportcijfer 3, nu naar een 5. Eerste vraag, hoe heb jij dat beoordeeld? Nou ja, ze staan bij de 11 slechtste ziekenhuizen nog steeds. En dat is de gevarenzone, dat is de risicozone. Daar zit Enschede ook nog bij, maar Hengelo doet het slechter qua resultaat. En die 5, ja, kijk, ik weet niet precies wat het zegt. Het wordt afgegeven door financiële instellingen. Het zijn niet zorgdeskundigen of medische instellingen die cijfers geven. Dus het gaat puur om boekhouden, het gaat puur om financiën. Ja, en dat is eigenlijk al iets waar onze partij, mijn partij, heel erg veel bezwaren tegen maakt. Dat namelijk de boekhouders aan de macht zijn. Ja. Er zit bij het raad van bestuur van de ZGT zit ook meneer Odding. En meneer Odding zat ook in de raad van bestuur van, ik denk een waterschap ergens. Maar daar was hij ook de financieel directeur of de financieel bestuurder. Ja. Dat is hij hier ook. De man, en dat hoeft ook niet, heeft geen verstand van medische zorg. Hij is bestuurder. Maar is geconfronteerd met een groot verlies, 23 miljoen in 2 jaar, naar zeggen. Maar er zat een deel bij bevoorschotting. Ja. Hè? Door Mensis was 20 miljoen bevoorschot, ja. Begreep ik. En die moet terugbetaald worden. Maar dan kom je al zo'n hele rare discussie. Want ik weet niet hoe het met jou zit. Je hebt vast een... Oh nee, je hebt geen auto. Ik zit niet met Zilveren Kruis. Heb je geen auto? Heb je een auto? Ik zit niet met Zilveren Kruis. Oké, okay, nee. Dat is mooi. Ik heb een auto, ja. Nee, maar als jij nou toch je auto verzekert en er gebeurt iets met die auto en dan ga je toch naar een garage toe. Ja. Dan zou het toch raar zijn als jouw verzekering zegt, niet naar die garage, want daar hebben we al een kwotum. Daar hebben we al te veel schadegevallen laten doen en die hebben al zoveel betaald. Daar hebben we afspraken mee, dat gaan we niet doen. Je moet naar een andere garage. Nog sterker, dan zeggen ze tegen mij, ga naar Deventer. Maar Deventer zegt, wij zitten ook vol. Ja. Dus dan moet ik straks naar Hogeveen of naar Assen of... Ja, in ieder geval mag je als je patiënt bent in Twente, kun je niet meer naar het ZGT en ook niet naar het MST. Als je bij Zilveren Kruis. Als je bij Zilveren Kruis. Dat zijn 24.000 inwoners. Ja, maar wat dat is patiëntenbelang dus. Weet je wat mij het meest heeft verbijsterd? Je hoort het college helemaal niet. Patiëntenbelangen zijn inwonersbelangen. Ja. Personeelsbelangen, 150 FTE geschrapt hè, bij het ziekenhuis afgelopen jaar, zijn inwonersbelangen.
Waar is het college? Ik bedoel, jouw SP zit ook in het college. Ja, waarom zeker. Horen we Mariska niet, bijvoorbeeld? Nou, Mariska die hoor je als het gaat over financiën. Zij is verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente. Ik geloof dat, maar dat weet ik niet zeker. Kijk wie het even aan. Of Bas van Wakeren de contacten met de ziekenhuiszorg doet. Volgens mij is dat zo. Maar dan nog. Kijk, we hebben natuurlijk in de afgelopen 5 jaar, je zei het al, regelmatig aan de poort gestaan. College opgeroepen, raad unaniem. ZGT, je gaat hier je boekje te buiten. Spoedeisende hulp gestopt, verloskunde eruit. Raad unaniem tegen. Dan wijst de Raad van Bestuur... Motie aangenomen nog? Raad van Bestuur wijst naar Den Haag en zegt... Nee, maar dit is het zorgstelsel. En als wij dan de minister in de Kamer vragen, dan zegt de minister... Ja, nee, dit zijn de afspraken tussen de verzekeraars en de ziekenhuiszorginstellingen. Ja, maar mijn vraag aan jou is, waarom horen we het college zo weinig? Nou ja, het college, kijk, ik heb allerlei vragen nog weer opgezocht van de week. Ja. Jan Bron heeft in de vorige periode tal van vragen gesteld. Waarom zijn de parkeergelden verdubbeld? Ja. Vragen over gesteld. De raad heeft een unanieme motie aangenomen. Mag niet, willen we niet. Ja. Een briefje terug van ZG, ja, dat doen we, financiële overwegingen. Ja. Dus dat gaan we gewoon doen. Het college in Hengelo heeft geen macht... Om dat ziekenhuis tot de orde te roepen. Dat is bekend, zijn autonoom. De bestuur is autonoom. Maar als college kun je toch wel iets, een signaal... Ja, zeker. Nee, zeker. Of als gemeenteraad. Ja, zeker. Ik denk dat het goed is dat wij het college zo snel mogelijk de contacten met de nieuwe raad van bestuur... Want meneer Ording is inmiddels... wordt vergezeld door mevrouw, ik geloof, Dijsselbloem. Ja. Niet Dijsselbloem, maar Dijsselbloem. Die is nu voorzitter van de Raad van Bestuur. Nou, het lijkt mij heel goed dat het college heel snel met die heren en dames om tafel gaat zitten. Ja. En snel uitleg geeft wat er nog meer voor rarigheid in het vat zit. Want destijds hebben ze voorkomen dat Menzies zo'n patiëntenstop zou invoeren. Daar hebben ze een 5-jarig contract mee lopen. Dus die mensen zitten nog even veilig. Dus maar even een andere vraag. Ja. We hebben nu het Zilveren Kruis, heel problematiek. Zijn er ook andere verzekeraars die dat plafond zodanig hebben ingesteld dat er meer patiënten misschien straks moeten uitwijken naar buiten Twente? Dat zou maar zo kunnen, ik weet het niet. En dan gaat het om de planbare zorg, hè? Ja. Dus niet de acute zorg, dan kun je nog steeds in Twente terecht. Ja, ik geloof als je bevalt, dan als het acuut is, dan kun je hier terecht. Ja. Maar kan het nog uitgesteld worden, dan moet je even naar Deventer of zo. Ja, naar Deventer of verder. Ja. Als ze daar plek hebben. Ja, precies. Dat is het absurde van dit stelsel. Ja. Marktwerking in de zorg veroorzaakt dit... Mijn partij heeft een ander voorstel, dat is namelijk een nationaal zorgfonds. Dat is geen eigen risico en weg met die rare marktwerking. En dat wordt gevuld door de grote bedrijven, hè? De hele grote multinationals en zo, die dat potje gaan vullen. Nee, dat is een vrij dure, wat jullie willen, is vrij duur en idealistisch. Nee, dat potje dat kan gewoon gevuld worden, net als destijds het ziekenfonds, namelijk de zorgpremies die mensen betalen. Ja. Die kunnen gewoon in die pot. En dan is er één zorgverzekering die dat gaat regelen. En niet die rare concurrentieslag tussen de verschillende verzekeraars. Okay. Wat is dat toch voor rarigheid? Dat je een plafond, een zilveren kruis zegt van... Tot dit bedrag gaan wij alles toestaan. Komt het daar overheen? Dus dan zit je inderdaad aan het eind van het jaar. We zitten nu net in oktober. Ja, maar ik heb de reactie gelezen van het zilveren kruis. Ja. Die zeggen, wij moeten zorgkosten besparen van de minister. Ja. Dus wij leggen die plafonds aan. Want anders gaan ze daar overheen. En uiteindelijk zijn wij dan allemaal degene die meer premie moeten betalen. Ja, maar dus gaat de zorgverzekeraar dicteren van jullie moeten goedkoper werken. Ja, en die gaat zich dus bezighouden ook met de kwaliteit van de zorg. Misschien zit het in de overheid van ZGT. Heb jij daar zicht op? Nee, daar hebben wij geen zicht op. Heb jij zicht op? Autoriteit zorgverzekering hoort daar zicht op te hebben. Dus Zilveren Kruis is nu degene die patiënten laat uitwijken. Heb jij zicht op andere verzekeraars? Mijn vraag net. Andere verzekeraars die ook met dat probleem zitten straks. Ja, er zijn meer verzekeraars. Er zijn meer ziekenhuizen die de wacht is aangezegd omdat ze die grens overschrijden. Nee, maar ik bedoel bij ZGT, zijn er meer verzekeraars? Nee, dat weet ik niet. Maar nee. Je zou het wel willen weten. Je zit in de raad, dus je wil weten wat er in jouw stad gebeurt. Kijk, weten is één. Ik wil dit stelsel van tafel hebben. En wat daarvoor nodig is, is dat in Den Haag er echt dat mensen doordrongen worden. Dus kijk, we hebben vandaag een prachtig voorbeeld van boeren die op een of andere manier weten af te dwingen aan de poorten van de macht. Heb je een tractor? Nou ja, je zou bij wijze van spreken vanaf hier al die 24.000 patiënten die zou zeg maar de trein of de bus moeten nemen en zich morgen of volgende week moeten laten horen in Den Haag. Want daar is een oproep tot actie vanuit de burgerij. Absoluut. En als het college daar aan bij kan dragen door ook in die richting de mensen op te roepen, uitstekend. Hoe beoordeelt jouw Kamerfractie? Ik bedoel, de SP lokaal en de Kamerfractie hebben regelmatig toch die verbindingen. Ja.
Hoe beoordeelt, heb je daar iets over gehoord? Vanuit, ja, zeker. Vanuit de Kamer, hoe zij dit beoordelen? Tientallen keren zijn de vragen gesteld en de minister zegt gewoon van, ja, dit is nou eenmaal het stelsel wat we hebben. Daar ga ik niet over. Dit is tussen de zorgverzekeraar en het ziekenhuis. En die maken afspraken, daar treed ik niet in. En zij vinden dat dus goed, dat mensen gewoon wordt gezegd van, nou, u bent wel verzekerd hier in Twente, maar uw ziekenhuis, dan moet u maar even een eindje verder opzoeken. Er is al vaker gesproken, ik weet niet of het waar is, ja, maar de term zorginfarct, ja, is gevallen. Hè? Dat te veel, ja, mensen op een gegeven moment, dus los van het Zilveren Kruis, ook andere verzekeraars, dat plafond instellen, waardoor mensen niet meer in Twente geholpen kunnen worden. Ja, maar er is ook nog een heel groot probleem, toch? Ja, en er is nog een andere reden. MST ging dicht van de zomer, omdat ze personeelstekorten hadden. Ja. Ook omdat ze gewoon te weinig personeel aannemen om die kosten maar te besparen. Dus met andere woorden, u overkomt iets in de zomer. Ja, sorry, ze zijn de mensen die er nog werken, die werken zich een rotje. Er zijn een aantal mensen op vakantie en u wordt niet geholpen. Hebben jullie ook contact met de huisartsen? Nog steeds, we hebben goede contacten met de huisartsen. En die zijn blij dat ze nu, zeg maar, een ingang hebben van die dokterspost in het ziekenhuis. Ja. Jarenlange strijd geweest. Ja. Ging ook allemaal over centen, ging niet over goede zorg. Want daar zou je willen dat de discussie over gaat. Ging over centen, uiteindelijk zitten ze daar. Maar ja, die kunnen dit ook niet in hun eentje keren. Stond er een mooi verhaal vandaag in onze krant. Dat werd een huisarts geïnterviewd. Die was zelfverzekerd bij het Zilveren Kruis. Ja. En die maakte zich over zichzelf heel veel zorgen. Ja. Ja, ik kan me goed voorstellen. Ja. Ik zou het ook zeer onprettig vinden als het mijn verzekering was. Heb jij, hoor je wat van personeel? Onrust, noem maar op. Wat? Ik vind het heel naar om te zeggen, maar er is een enorme lethargie. Geslagenheid, mensen zeggen en van ja, het helpt toch allemaal niks. Natuurlijk heeft het personeel over die kwaliteit die zij willen leveren, die zij graag willen leveren, ja, hebben ze geklaagd toen dat niet meer kon. Toen er samenvoeging was, toen een deel van hen naar Almelo moest, het ziekenhuis hier in Hengelo eigenlijk voor de acute zorg werd uitgekleed. Ja. Daar hebben ze moord en brand over geschreeuwd. Zij hebben ons ook gewezen op overschrijdingen van kosten, managementkosten, ja, totale gekte aan personeels. Ja, veel te duur. Bovendien veel te duur. Absoluut. Hartstikke duur. Ja, dus, en terwijl de autoriteit, de zorgautoriteit, ja, moet kijken naar de goede besteding van de centen, wordt daar nooit over gerept. Meneer Ruikers kreeg vorig jaar in september te horen dat hij op kon krassen. Ja. Dat was niet gewild, hè? Daar hebben wij ook vragen over gesteld. Meneer Ruikers ging weg tegen zijn wil. Na 6,5 jaar. En hij mocht wel tot het eind van het jaar nog op de loonlijst blijven maar staan. Hij wou nog één dat keer noemen wij een douceurtje. dat noemen wij een verkapte bonus. Ja, is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Wat gaat er nu gebeuren? Wat kun jij nog vanuit de raad, zeg maar? Wat kan de SP vanuit de raad? Wat kan de raad als geheel? Nou ja, ik wil een oproep doen, al die mensen van het Zilveren Kruis, komt u zich bij ons melden. Dan gaan wij een plan maken om dit aan te kaarten in Den Haag. En hier ook bij het ziekenhuis. Want het is natuurlijk ook een gekte. Kijk, het ziekenhuis heeft wel kunnen onderhandelen met andere verzekeraars die door het plafond waren gegaan. Ja. Daar hebben ze dingen geschikt, in de minnen geschikt of hoe dan ook. Ja. Met Zilveren Kruis is dat niet gelukt, zeggen ze. Dus ja, die mensen die staan aan de wal, die moeten naar Deventer of naar Zwolle. Valt nog een wereld te winnen. Absoluut. Dankjewel. Ja. Oké, dankjewel. Volgende onderwerp. Ja? We gaan nu over naar. Ja. Ja, ja. Ik kijk even naar het publiek ook, beleefdheidshalve. Wij gaan nu over naar de column van oud collega van mij. Ik ben heel blij dat hij hier is, Marco Krijnsen. Marco, die met heel veel dingen actief is in de stad, onder meer met de storkroute. En door alleen die storkroute te noemen, doe ik hem enorm tekort. Hij weet zelf nog veel beter wat hij allemaal doet. Veel is ook onzichtbaar, maar vanavond maakt hij een deel zichtbaar. Marco, aan jou het woord. Vorige week maandag was ik aanwezig bij de herdenking van de bombardementen op Hengelo. 75 jaar geleden. En daarbij vielen 112 Hengeloze slachtoffers. En kwam een onbekend aantal Duitse militairen om. 112 Hengeloze doden. In 2 dagen tijd, op 6 en 7 oktober 1944. Zo'n enorm aantal dringt pas echt goed tot je door als je alle namen en alle leeftijden van de slachtoffers hoort voortlezen. En dat gebeurde in de Lambertusbasiliek. Indrukwekkend was het. Het tweedaagse bombardement is de grootste ramp uit de geschiedenis van de stad. Je zou zeggen, zo'n gebeurtenis heeft een plek gekregen in het collectieve geheugen van Hengelo. Zo'n tragedie wordt natuurlijk jaarlijks herdacht. Maar niets is minder waar. Vorige week was eigenlijk de eerste echte herdenking van die bombardementen. Echt waar. Pas 75 jaar na dato staan we uitgebreid stil bij een gebeurtenis die zo'n impact had op de stad
en haar bewoners. Burgemeester Schelberg die deed een bekentenis toen. Hij vertelde hoe hij kort na zijn benoeming in Hengelo klaar stond om die bombardementen te herdenken. Hij was er helemaal klaar voor, keurig in het pak, met ambtsketting om, maar er was geen herdenkingsbijeenkomst. Hengelo heeft altijd een moeizame relatie gehad met het eigen verleden. Kijk ook maar eens wat er allemaal is afgebroken de afgelopen decennia. Wat na de bombardementen nog overeind stond in de binnenstad, hebben de Hengeloers vervolgens eigenhandig gesloopt. Het oude raadhuis, het Antoniusklooster, de synagoge, stuk voor stuk prachtige gebouwen die de oorlog wel hebben overleefd, maar helaas niet onze vernieuwingsdrift daarna. En niemand die er bezwaar tegen had. Veel Hengeloers mijmeren nog over het schattige raadhuisje dat in 1963 het veld moest ruimen voor dat nieuwe stadhuis. Ze spreken er zich schande van. Maar in de tijd vonden ze het allemaal prima. Geen ingezonden brieven in de krant, geen posters achter de ramen, geen bos op het plein achter verzet tegen de afbraak. Over het stadhuis gesproken, het is gerestaureerd en het wordt samen met het stadskantoor volgend jaar feestelijk heropend. Hartstikke mooi. Maar op welke datum denkt u dat dat gaat gebeuren? Op 3 april. En laat het nou net de dag zijn dat Hengelo 75 jaar geleden is bevrijd. Alle steden en dorpen in Overijssel staan die dag uitgebreid stil bij die bevrijding. Maar in Hengelo vieren we de opening van het stadhuis. En dan trekt die maand een vrijheidstoer door de provincie, maar die komt niet in Hengelo. Want daar zijn ze druk met dat stadhuis. En zo dreigt het ook te gaan met Stork, het bedrijf dat Hengelo in 150 jaar tijd zo heeft gevormd. Er is op Eindhoven na geen stad in Nederland te bedenken waar één bedrijf zoveel sporen heeft nagelaten. Zichtbaar in de vorm van fabrieksgebouwen en woningen en minder zichtbaar in het DNA van de stad, van het tuindorp tot de culturele voorzieningen en de verenigingen die we nog steeds kennen. Zonder Stork zouden ze er niet zijn geweest. En we hebben in 2018 het jubileum van Stork uitgebreid gevierd, inclusief een hele mooie theatervoorstelling. Maar nu de slingers zijn opgeborgen, dreigt Stork in Hengelo een vergeten naam te worden. En dat mag niet gebeuren. Tegelijkertijd liggen er kansen in Hart van Zuid voor een bijzonder eerbetoon. Voor een Storkroute. Een herkenbare route langs gebouwen en nieuwe objecten die verwijzen naar een gemeenschappelijk verleden. In Berlijn hebben ze iets dergelijks in de vorm van een Mauerpark. En in het Ruhrgebied is vanuit diezelfde gedachte een populaire route ontstaan langs industrieel erfgoed. Het zijn inspirerende voorbeelden. Iets dergelijks gaan we met de net opgerichte Stichting Storkiaan realiseren in Hengelo. Onthoud die naam, Stichting Storkiaan. Over 3 weken, op 4 november, gaan we het eerste onderdeel van de Storkroute hier voor de deur van Metropool openen. Onthullen. Het is een gedenkteken voor de april-meistaking van 1943. Die staking die begon bij Stork in Hengelo en verspreidde zich daarna over het hele land. Een paar honderdduizend Nederlanders hebben toen het werk neergelegd. Een ongekend massaal verzet tegen de Duitse bezetter. Het grootste burgerprotest tijdens de oorlog en achteraf gezien een keerpunt in die oorlog. En de april-meistaking is een vergeten gebeurtenis die in die zin vergelijkbaar is met de bombardementen. Ze staan eigenlijk symbool voor hoe Hengelo jarenlang zijn verleden heeft verwaarloosd. Het is de hoogste tijd om dat goed te maken. Het is de hoogste tijd voor meer historisch besef. Want een stad die haar verleden niet koestert, is de toekomst niet waard. Dankjewel, Marco Krijns. Een prachtige column waarin er toch ook het verleden van Hengelo nog eens goed flink is aangehaald. Terecht. Maar ja, goed, weet je, het verleden is wordt automatisch gevolgd op het heden. En het heden, het hele recente heden, het hele recente verleden was afgelopen weekend. Toen na 10 jaar overleggen, politieke besluitvorming, ontwerpen, realisatie en alles, eindelijk dat skatepark op het industrieterrein ook hier voor de deur is geopend.
En ik praat daarover met Tjeerd Derking van Skatelab, een van de initiatiefnemers van het nieuwe skatebaan. En nou ja, vragen die opkomen is net natuurlijk, want er is geschreven over alle plannen 10 jaar hebben geduurd. Er 10 jaar is gesproken over de aanleg van het park, maar ik ben de geschiedenis ingedoken. En die gaat toch een stukje verder. Ik kwam uit ergens in 1985. En dan praat je toch over een hele periode. Dus Tjeerd Derking, aan jou de vraag, waarom heeft het zo lang geduurd? Maar ook, wat betekent het skatepark hier op het Industrieplein voor Hengelo? En gefeliciteerd natuurlijk met die opening van afgelopen weekend. Ja, dankjewel. Geschiedenis gaat, wij hebben het eigenlijk een beetje van overlevering, maar geschiedenis in Hengelo gaat met skateboarden toch wel terug naar de jaren 70. Nog verder terug. Ja, waarbij zowel Amsterdam als Hengelo toch een beetje de steden waren waar het al een beetje allemaal begon vanuit Amerika. Amsterdam natuurlijk, die konden kijken naar wat er in Amerika gebeurde, de links lagen daar wat makkelijker. Ik weet niet waarom, ik vermoed om de route waar we op liggen. Route naar Duitsland. Münster is heel lang, met name in de jaren 80, echt de Europese hoofdstad geweest. Daar was de wereldkampioenschappen in Europa werden daar gehouden. Mm-hmm. Dus daar kwamen al die legendes zoals Tony Hawk, die heel veel mensen ook kennen. Die kwamen daar bijvoorbeeld op af. Voor mij begon alles midden jaren 80, 1986, dat ik begon met skateboarden als 8-jarig jochie. En toen had je hier in Hengelo had je Siesta. Er was hier bij het station dat je grote halfpipe. Daarnaast was nog een parkeergarage waar we heel vaak wel in gingen. En sindsdien zijn er gewoon verschillende plekken, zijn er altijd wel ja, plekken geweest waar je kon skaten. Niet altijd naar tevredenheid heb ik begrepen. Dan wel van omwonenden die klaagden over geluidsoverlast. Dan wel dat de trein niet geschikt was. En een skatepark dat opeens verdwenen was door een besluit van het college bij de Weusdag. Ja, ik weet niet of het een Twents dingetje is, maar een beetje het not in my backyard principe. Ja. Ze vinden het allemaal heel mooi, maar die reuring liever niet in de achtertuin. Dus wat krijg je? Mensen gaan snel zich voegen naar de klaagcultuur. Maar bij echt overlast kan ik me dat heel goed voorstellen. Ik heb zelf ook zo'n baantje in mijn achtertuin gehad, een miniraampje ja. In Klein Drienen. En eigenlijk vond de hele buurt het geweldig, behalve van wat oude man die achter me woonde, die notabene wel gehoorapparaat. Maar dan is dit hier in de Strieplein toch de perfecte omgeving? Want wie woont hier nou in de buurt? Je hebt overdag heb je fabrieken, je hebt organisaties, instellingen. Maar niemand die hier klaagt over een verstoorde nachtrust. Nee, maar in de 10 jaar tijd dat Marco en ik hier mee bezig zijn geweest, hebben wij eigenlijk een visie ontwikkeld. Die hadden we al redelijk vroeg. Van een skateboarden is pak een beetje 5-6 decennia oud. En redelijk volwassen geworden. Wat je krijgt is in al die decennia groeit er gewoon ergens iets, maar er groeit ook weerzin natuurlijk van mensen die denken van ja, is dat van cultuur, weet ik veel wat. Waar wij geprobeerd hebben al meteen rekening mee te houden, is waar we het ook aanleggen, je kunt geluid omvormen. Dus wij hebben ook gezegd, dat is een deel van het terug kunnen rijden de baan in, wat we hier ook gerealiseerd hebben, een bepaalde flow. Je kunt altijd door, je hoeft niet tegen de randen aan te komen, maar je kunt terug, maar het geluid gaat ook. Die gaat de baan niet af, dat kan wat makkelijker schuine kanten op. Dus we hebben gewoon getracht om wat rekening mee te houden, omdat het wat stiller wordt ook. En uiteraard, dit was onze focuslocatie. Alleen in 2009, toen we hiermee begonnen, lag hier zo'n stapel aan opties op van ondergronds parkeert. Ja, ik begreep ook dat jullie een tijdje hebben gelonkt naar het Bataafse kamp. Maar dat is bijvoorbeeld afgeketst ook door bezwaren vooraf al van omwonenden. Ja, wij hebben in die tijd hebben wij een aantal locaties hier hebben wij verkend, op papier gezet. Ons criteria was gewoon straal van 500 meter rondom het station. Daar moest ergens gewoon iets gerealiseerd worden, want wij wilden gewoon dat skateboard inmiddels in een stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp naar de binnenstad gehaald konden worden. Wij vonden skateboarden zo volwassen. Die visie die werd wereldwijd, was die nog echt in de kinderschoenen, amper bestaan zelfs. En we vonden wel in Californië bij een partij die ook al met dat soort dingen bezig was. Dus we hadden zoiets van, haal het naar het centrum heen, maar dat is een heel moeilijk ding. En vooral als mensen het nog niet kennen en dan ook nog eens een keer in Twente. Want hoeveel skaters stelt Hengelo? Want dat heeft ook dus gepubliceerd geweest, de aanleg van die baan. Alleen, dan praat ik niet over de volledige inrichting van het Industrieplein. Maar alleen die aanleg van de baan, die kwam op 3 ton. Waarvan de gemeente de helft heeft bijgedragen. Skatelab op zoek moest naar de andere helft. Discussie of vragen die je dan hoort van ja, maar hoeveel skaters heeft Hengelo nou eigenlijk? Dat is een paar man, waar besteden we dat geld dan aan? Ja, die vraag die is inderdaad heel veel langsgekomen, de stellingen daarover ook. Dat mensen denken het is niet. Waar wij heel erg in geloven en de historie heeft dat ook gewoon bewezen is, dat komt uit een hele mooie film, Field of Dreams, met Kevin Costner. If you build it, they will come.
Dus ik kom heel erg zelf uit de punk DIY scene. En daar zie je het ook gewoon. Je creëert iets. En iets creëren is beter dan iets kopen. Zo simpel werkt het gewoon vaak. Dus als jij iets creëert, mensen hebben daar een soort empathie voor. Die komen bij je terug en die komen bij je. En we zagen het hier met de opening. Dat de oude rotten, zeg maar, zoals wij zelf, die wij kennen uit de tijd van de jaren 80. Tot echt de hardcore skaters, tot gewoon allemaal jonkies. Dat we denken, zo, komen die allemaal vandaan? Het was gewoon stuiten druk ineens. Nou, ik denk ook dat de meeste mensen die de baan hebben gezien, of die voorbij het industrieplein zijn gekomen, sinds dat die hekken zijn verplaatst, ook hebben gezien dat het gewoon elke dag, elk uur van de dag is het druk. Gisteravond kwam ik 7:15 langs gefietst. Dan is het donker, maar er staan grote masten, die staan de boel te verlichten. En het is gewoon nog druk. Ja. Ja, en dat blijft ook wel even zo. Die masten die gaan morgen weg, die tijdelijke. Mm-hmm. De reden is dat de masten die zijn afgekeurd van een nieuwe verlichting. Mm-hmm. Die zijn nu voor een tweede keer afgekeurd. Die moeten helemaal opnieuw gemaakt worden, die masten. Okay. Dus het gaat eventjes duren nog. Wij hopen niet te lang. Zit dat bij die 3 ton? Van, of is nee, dit voor rekening van de gemeente? Dit is een ander plan. Dit hoort bij het plein. Oh, dus we hebben een 3 ton zat er in het skatepark. Mm-hmm. Maar het hele plein is natuurlijk op richting de 2 miljoen. Ja. En het 1,8 voordat ik hier ruim door krijg. Maar 1,8 miljoen totale aanleg, ja, waarvan 3 voor het skatepark. Ja. Nou, we hebben voor de mensen die de sport hebben gevolgd het afgelopen weekend, want ik vroeg net ook hoe populair is het skaten nou, wie maakt gebruik van die baan. En ik moet even spieken hoor, mijn briefje, want ik volg het niet allemaal, het skateboarden. Maar we hebben zaterdag wel kunnen zien dat een 15-jarige Nederlandse, Kate Oldebeuving, Europees kampioen is geworden in Rusland. Ja. En geeft dat nog stimulans? Zie je dan nog meer jongeren op die baan? Nou, wat we zien, Kate niet alleen. Kate is eerste geworden. Heel leuk feitje is, de ouders van Kate, of in ieder geval de vader van Kate, komt hier uit Hengelo. Zijn oude schoolgenoot van mij, zijn haar oom, die woont hier nog. Die stuurde mij dat berichtje. Maar jij kan zeggen, ik heb met haar vader geskate? Met haar vader? Nee, Henno, dat is de vader, die heeft vroeger wel wat geskate, maar... Ik geloof dat Kate iets meer talent heeft. Okay. Nee, Kate en nog 3 anderen zaten in de top 4 van de dames, hebben we het over. Hè? Ja. Dus niet, we hebben het over Nederlanders, we hebben bij de dames over 3. Nee, het was 1, 3, 4. Ja, exact. Ja. Ja. En daarnaast bij de heren is Douwe Makkeree uit Zutphen, die is 4e geworden, geloof ik. Zie je nou, weet je, de eerste smak op het asfalt hier, die is al gemaakt. Dat hoort erbij, hè? Sport en een blessure zit in, dat zit toch in een klein hoekje, een ongeluk. En je collega die gaf het al aan, beton is hard. Wat, want je ziet hier ook van die kleine jochies, dat gaat snoeihard met skeltertjes, gaat dat over die baan. Heb jij nog advies om lichaam en lijf en ledematen te beschermen? Ja, absoluut. Beschermers zijn gewoon te krijgen. Ik heb vorige week toevallig voor mijn eigen zoontje, die is bijna 5, maar die heeft gewoon de polsbeschermers, elleboogbeschermers en kniebeschermers. Maar volgens mij staat er op de huisregels vanaf 8 jaar. Vanaf 8 jaar in principe. Hij is bijna 5, dus Dus hij mag bijna, ja. Ik vertrouw erop dat ik met hem erop kan. We hebben afgelopen weekend we heel veel onder de 8 jaar daar wel gehad. En we zagen gewoon dat het heel erg goed gaat. Skateboarders kennen het risico. En dat zien we ook bij die jongen bijvoorbeeld die de ongeluk heeft gehad. Skateboarder kent het risico dat je kunt vallen. Alleen je bent erop bedacht. Met voetballen, als iemand achter op je hak trapt of je tackelt van achteren, daar ben je niet op bedacht. Dus daar zie je altijd de kniebanden scheuren en dat soort dingen. Nee, die blessures zijn minstens zo ernstig. Is minder of het is aannemelijk. Ja. Is het, ik haalde net even het Europese kampioenschap aan, maar is het te bedenken dat die banen hier op het Industrieplein, dat daar in de toekomst ook wedstrijden gehouden gaan worden? Want het schijnt wel een van de betere banen, of de beste baan zelfs van Nederland te zijn. Nou, dat hebben we wel van een aantal al gehoord, dat ze vinden dat het het beste skatepark is. Wij denken dat het eraan ligt, omdat het dus gebaseerd is op flow. En er zit 4 verschillende tijdperken uit het skateboardverleden aan het terrein, zeg maar, in. En ook de generaties, vanaf kleintjes die net beginnen, tot de hardcore skaters, tot de wat ouderen, kunnen zich daar allemaal vinden. En we zien daardoor ook dat er heel veel rekening gehouden wordt onderling met elkaar en hoe er geskate wordt. Dus, met mensen van Hengelo en ver daarbuiten, begrijp dus, ik. Ja. Nou, dat is kijkers van het programma. Maar de beste baan is het niet per se. Niet per se. Hij is wel best afgewerkt, dat durf ik echt wel te zeggen. Vaste gasten van het programma, die weten het inmiddels. Hengelo Spel kent een nominatie voor de persprijs. En daarmee willen we organisaties, stichtingen, verenigingen die Hengelo op een bijzondere manier op de kaart zetten.
een hart onder de riem steken en even een extra aanmoediging. En daarvoor hebben we de nominatie voor de persprijs bedacht. Elke aflevering wordt er één vereniging, stichting, organisatie genomineerd. Die Hengelo dus op een positieve manier op de kaart zet. En met al het werk dat jullie hebben verricht en met het mooie resultaat dat hier nu op het Industrieplein te zien is, hebben wij bedacht dat de nominatie van deze maand gewoon niet anders dan naar Skatelab kan gaan. Dus ik ga heel even achter je langs, want de fles wijn die bij die nominatie staat, die stond net even achter je. Deze is voor jou, Tjeerd. Drink hem op met de burgemeester met de mensen van Skatelab. Laatste uitzending. Doen. Ja, we nemen eerst nog lekker een bok biertje. Ja. Laatste uitzending van dit seizoen worden de winnaars bekendgemaakt. Er komt de juryprijs en een publieksprijs waarop mensen kunnen stemmen. Dus schakel je achterban vooral in tegen die tijd. Laat mensen stemmen op Skatelab. En wie weet ga je dan met een van de prijs naar huis. Tof. Ja? Hartstikke bedankt. Want de grootste prijs is er. Geweldig. Bedankt allemaal. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, en daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze uitzending. Ja, met onderwerpen. En, het gaat altijd heel snel. Het zijn drie onderwerpen, column, nominatie, gesprek. Uren zo voorbij, maar dat willen we ook. Er moet veel vaart in zitten in ons programma. We hopen dat u de volgende keer natuurlijk weer terugkomt. Eén ding wat zeker is van de volgende uitzending is dat hij gewoon weer op de tweede maandag van de maand is. Weer in Metropool. Ja. Aanvang 7 uur. Dus, altijd interessante actuele onderwerpen. Wees er gewoon bij. We zien u heel graag volgende maand.